Hi, ik ben Brett, VO-rijstudent aan de HAS Green Academy. We zijn vandaag op het praktijkleerbedrijf Verhoeven Boveneind en boer Wilfred neemt ons vandaag de wei in. Ga je mee? Wij hebben een melkveebedrijf met 130 koeien en aansluit jongvee ongeveer ook een 100. We hebben 96 hectare kleigrond waar we hoofdzakelijk gras en wat mais telen. Hoeven Boveneind en ikzelf hou enorm van samenwerken. We hebben samenwerking met de buurman, Zuipel Smits, die onze melk verwerkt in zure producten als yoghurt en crème fraîche. En we hebben samenwerking met de Haas. En dankzij de Haas blijf ik ook bij in de veranderingen en proberen we daar ook vooruitstrevend in te zijn. Hier in het leslokaal wordt de les gegeven door de docenten van de HAS Green Academy. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals vruchtbaarheid, voeding en sensortechnologie. Op ons bedrijf maken we veel gebruik van sensortechniek. Sensortechniek in de melkrobot, sensortechniek in de halsbanden en de pootbanden, zoals jullie kunnen zien. Al die sensortechniek helpt mij in het alarmeren als er wat aan de hand is ten aanzien van diergezondheid. En het helpt mij om de resultaten en de gezondheid van de dieren top te houden. Met de data kan er veel onderzoek gedaan worden door de studenten. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het te vroeg detecteren van hittestress. En er wordt een ademluchtanalyse uitgevoerd om slepende melkziekte vroegtijdig op te sporen. De studenten combineren hun eigen waarnemingen met de data om zo een uitgebreid onderzoek te kunnen doen. En dat is heel leuk om te doen.